Dag iedereen, welkom bij de boodschappen van licht voor februari 2022. De dagen beginnen reeds te lengen, het licht komt terug en voor de romantische zielen onder ons hebben we op 14 februari Valentijnsdag. Daarom heb ik gevraagd aan de gidsen om hun advies deze maand te kaderen in het teken van de liefde. Liefde in al zijn vormen, liefde tussen partners, ouders en kinderen, grootouders of andere familieleden en vrienden en vriendinnen. Als je op het einde van de boodschap vond dat er u iets aan gehad heeft, vergeet dan zeker niet de boodschap te liken en alsook u te abonneren op mijn kanaal, want hoe meer mensen zich abonneren, hoe meer mijn boodschappen zich kunnen verspreiden op het internet. Dank u. Vergeet ook niet naar de algemene boodschap van licht voor de mensheid te luisteren. Dat is ook altijd zeer boeiend elke maand. Steenbok, februari 2022. De liefde kan heel mooi zijn, vindt u, maar ook heel somber. Het is een balans zoeken. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Het kan ook negativiteit brengen, somberheid. En daarin zit u momenteel. Wij zeggen, zoals de energie beweegt en de natuur evolueert, alles komt met golven. What goes up must come down. Dus wat omhoog gaat, komt ook weer naar beneden. Dus het is normaal dat het liefde geen eentonige lijn is in het leven. Nee, het is normaal dat u in contact gaat met anderen en ervaringen opdoet, liefde, vreugde en vriendschap deelt en daaruit zaken leert. Uw ziel doet ervaringen op om te evolueren en wijze lessen te leren. Om zo nog een ziel te worden met meer licht in zichzelf, met meer liefde om te delen aan anderen en andere zielen. Dus neem het niet te zwaar op als u eens in de diepte gaat in uw relaties, maar zeg in uzelf, het gaat altijd voorbij en er is altijd opnieuw licht, vreugde en liefde. Sessie met mijn gidsen hebben om advies te krijgen over uw leven, relaties, werk en dergelijke, kan u mij altijd contacteren om een sessie bij mij te boeken. Verder kan u bij mij ook terecht voor intuïtieve healing, aura chakra healing en regressiesessies. U vindt alle info op mijn website www.sterrenlichthealing.be. Dank u, dag!